Zo, hallo allemaal, daar ben ik weer. We zijn met Feyenoord spelen en we spelen tegen Heracles Almelo. Het is de ene laatste competitiewedstrijd die we spelen. En ja, kampioen zijn we al, zoals jullie waarschijnlijk al wisten. En dit is de ontmoeting tussen de twee ontmoetingen met... dit is een wedstrijd tussen de twee ontmoetingen met Manchester United door. Dus het heeft niet echt de allerhoogste prioriteit, al is winnen natuurlijk altijd lekker, maar we spelen gewoon het reserve elftal, met jeugdspelers vooral. Zoals hier Leeuwin, bijna allemaal eigen jeugd. Dus dat is op zich positief. De mensen maken ook gewoon hun nodige minuten, doen zo ervaring op. En de eerste elftal spelers krijgen rust die ze verdienen en nodig hebben na de wedstrijd tegen Manchester United. Wat een wedstrijd was dat, zich 3-0 gewonnen op Old Trafford. Dat is niet niks. Hadden wat geluk. Manchester United trof twee keer de lat. Voor meer nog met volgens mij één of twee hele goede reddingen. Dus het had ook zomaar een hele andere score kunnen zijn. Ja, Ziyech die natuurlijk prachtige vrije trap scoorde, de 3-0. Dus dat deed het hem wel. Dus in principe de thuiswedstrijd, ja, die moet gewoon, ja, moet gewoon haalbaar zijn om de finale te gaan halen, jongens. Als het nou niet lukt, dan lukt het nooit meer. 3-0 uitgewonnen en dan ga je het thuis afmaken. En kunnen we de finale gaan spelen tegen of Real Madrid of tegen Bayern München. Alle twee natuurlijk prachtige tegenstanders. Heb ik voorgewerkt? Ik heb eigenlijk geen idee, man. Ik vind Bayern München een hele mooie club zelf. Als ik uit Duitsland moest kiezen, zou ik die kiezen. Niet zozeer omdat ze alles winnen, maar... Het is al wat langer terug. Toen Makai er nog speelde. Ik was altijd al fan van Makai. Nou, toen was ik natuurlijk helemaal dol enthousiast dat hij naar Feyenoord kwam. Nou ja, helaas. Ja, hij heeft het wel goed gedaan, maar... Het is toch niet helemaal geworden wat men ervan verwachtte. Mede door blessures, mede door meneer Mario Been, die het nodig vond om hem vooral niet op te stellen. Stel je voor, als je iemand erin zet die een doelpunt maakt. Dat moet je niet hebben natuurlijk. Dus ja, lekker belangrijk. Waarom je vindt een mooie club, maar hetzelfde geldt voor Real Madrid. Niet dat ik daar nou zo'n fan van ben, maar een fantastische club, zeker om de finale tegen te spelen. Geldt voor beide clubs, echt voorkeur heb ik niet. Maar ja, tegen wie maakt de meeste kans, dat is ook weer zo wat. Het is allebei kut. Het is allebei enorm goed. Ja, aan de andere kant, weet je, heb Atletico Madrid al verslagen, niet te zuinig. De Manchester United verslagen. We hebben in de pool hebben we Barcelona twee keer verslagen. Nee, één keer verslagen, één keer gelijk. Dat is uit mijn hoofd. Inter verslagen, Inter Milan. Ja, in de achtste finale hebben we zelfs Borussia Dortmund nog verslagen. Dus. Ja, weet je. Het is ook wel gewoon te doen, denk ik. Als we niet al te raar doen. Maar goed, misschien moeten we ons eerst eens focussen op Heracles. Want het staat nog steeds 0-0. Dit was niet wat ik verwachtte dat ik zou doen. Schiet er maar. Wie dan? Er is helemaal geen middenvelder meer achter. Iedereen is voor. Lekker handig, jongens. Afvallende ballen en zo. Goed verdedigd, dat wil je wel. Trots op jullie. Kut buitenspel. Zie je, buitenspel. Yep. Net niet goed getimed. Ja, en dan zit het seizoen er alweer bijna op, jongens. Beker is op binnen, kampioenschap is op binnen. Champions League finale bijna bereikt. En dan gaan de transfers weer beginnen. Ja, wat moeten we gaan halen? Wat moeten we gaan verkopen? Dat is ook weer zoiets. Ik heb al eerder wat namen genoemd. Ik zat van zelf om één jaar te denken, omdat hij wat ouder wordt. Ja, hij is wel goed, man, maar... Vooral ja, de vrije trappen was echt werelds. Alleen daarom zou je hem eigenlijk al willen houden, vanwege zijn vrije trappen. Ja. Zelf in het spel, ja. Ik weet het niet.
Hij is goed, dat zeker. Maar voor mijn gevoel kan het beter. Zo, ik weet niet wat het is. Verdedigend hebben we het goed staan. Met Kongeloos, Beek en St. Juste. Maar ja, ook qua rating van St. Juste, die groeit niet echt. Maar ja, hij speelt wel gewoon fantastisch. Dat is natuurlijk ook het waard. Keeper, nee. Fuck you, keeper. Kut. Net niet. Een mooie aanval. Just 1 minute of added time to come. Ja, kut. Ah, weer niet. Ja, 0-0. Nog alles om voor te spelen, de tweede helft. Amin even wisselen. Die is toch wel heel erg moe. Plus, dat die misschien ook nog wel eens iets in de halve finale moet gaan doen. Enthousiasme van de bench. Aangezien Ayoub en Vujinović allebei redelijk vaak nu zijn halverwege de wedstrijd. En toch af en toe het middenveld wat kunnen wisselen. Ah, die is een beetje hard. Zonde, jongens. Wat gaan we doen? That is a cheap piece of play to give the ball away like that. That passing is top class. Serieus, mijn eigen speler die het schot blokt. Wat parlul. Manager indicating he wants to make a substitution now. Ja, Boetjes, die hij zat met thuis. That's good support play from his teammates. Net niet. Bij een goede paas. Progress with this attack. And here's the cross. Well, he's got the ball. Hands. Here's the shot. Hands. Hij maakt de hands. Weghorst. En nog even wisselen. Eens even kijken. Boetius, die gaat eruit. Die moet misschien ook nog wel eens in gaan vallen. En ik denk dat ik Mulder er maar uit ga halen. Die is wel heel mooi. Lewin trouwens ook. Maar ja, kan niet iedereen wisselen. Gewoon wat aanvallende spelen. Dit kan natuurlijk Nintendo 0 tegen Irak. Jongens. Maar I.I. Natsje, die heeft ook eens op nul. Ja, dit moet niet te gaan. Wat slecht. Oh, slecht. Oh, ik stuur iets te veel, hoe zeg je dat? Een knuppeltje. Ik richt het te veel. My fault. Lovely one-touch football. Now the shot. Ik wou het zeggen, krijg ik het er nu om mijn oren gelijk. Gelukkig. Onthaal nog iets. Hoe is het snel, man? From this position, they can maybe work something more significant in front of goal from the throw. And in goes the cross. Well, the ball deserved perhaps a better response from his teammates in the middle. The defender got there first, though. Um.
flick on with the header. They've kept possession. Twee even een hakje anders. En struikel over de bal. Nou, doen we niet. Bezig als hoor. Ja, dan is de paas niet helemaal lekker. En iedereen is moe. Nou, ik vrees dat het gewoon echt alle saaiste 0-0 alle tijden gaat worden. Het spijt me zeer, jongens. Het zit er gewoon niet in. Everybody behind the ball trying to hold on to this position. On the attack here. It's a good piece of defending to stop the supply into the center. Nou, Darry, kom op, jongen. Ga jullie echt tijd trekken? Nu al, 81ste minuut of zo, dat is het. 83ste minuut. Sukkel. Wat een sukkel. Jongen. Met die tijd rekken en dan loopt die bal over de achterlijn. Verder geen leed van maken hoor. Ja, pleurt toch op, man, scheids. Het is de ploeg die wel wil voetballen het voordeel geven. It's a real tussle between the two of them to try and get the ball. Ja, ingooi en dan gaan ze weer. Oh, dit is zo fucking frustrerend, jongens. We gaan hem vasthouden daar in de hoek. We willen hem afpakken en dan gaat hij weer uit en dat ze hem niet af kunnen pakken. Nou, laatste aanval, denk ik. Mok van Veen. Could get the ball into the box now. Ik ga het zeggen, krijg ik nou ook eens een vrije trap? Of hoe zit dat? Wall trying to sneak forward. Ga je nu serieus afsluiten? Wat kutscheid, zeg Jezus. Maar goed, dit was echt de allersaaiste wedstrijd, denk ik, die ik ooit online ga zetten. Maakt niet uit, bedankt voor het kijken. Volgende wedstrijd ga ik het echt goed maken, ik beloof het jullie. Tot de volgende keer, later.